dan is die Poelhard gauw vergeten. Hier staat een andere kanje trouwens, Mark. En wat voor een? De wereldrecordhouder Gerrit Karlstad en zijn Russische compaan heet Sergej Beritin. Beritin is veteraan van dit gezelschap. Wat kan Karlstad na zijn teleurstellende optreden van de 5 kilometer? Waar is de vorm van november, december, mag je je afvragen bij Karlstad. Vorm die hem toen zeer moeiteloos over het ijs deed bewegen. Durft hij het nu aan? Ja, zeg ik. Maar kan hij het? Vraagtekens. Beritin, die voorzichtige schaatsen. Dat hij wat breekt. Die verder rijdt. Het is een mooie opening dit. 36,9. En Karlstad zal rap 33's gaan rijden. De band met de harde afzet. Door de bocht te komen horen we. Hier ook. Rondje 33,8 om op stoom te komen. 1,10,7. Geeft dus een seconde toe. Maar dat laten we nu even lopen. Beritzi trekt zich eraan op, we gaan naar 1200 meter. 1,44,5. Hoog in de 33. Beritzi net voor op de kruising. 1,5 seconde achterstand. De snelste tijd op dit doel voor Karlstad. Hup, 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 die dans zit er al in. De marage door de binnenbocht. Zet Beritzi op een metertje of 10, 12 nu. En daar kraakt hij naar ons toe. 33,1. Geeft 1/16 seconde toe. Maar als hij die 33,1 gaat rijden, dan is dat snel voorbij. Kan hij dat? Ik heb ooit eens een kopje koffie aan hem zitten drinken, toen zei ik, wat ben je nou eigenlijk? Dan zei hij, ik ben prof-amateur. Ik maak er mijn leven van om amateur te zijn. Hij heeft een aantal sponsors in zijn Noorse woonplaats. Helft 2,50,7 met 33,0 en dat bedoel ik dus. Mensen die hem in staat stellen om zijn sport een jaar lang door te beoefenen. Heeft heel veel te danken aan Sten Schemmet, de oud-Noorse schaatser. Die hem eigenlijk op goede weg heeft geholpen toen hij niet meer zo lekker in de baan lag. Rondje 33 blank. Sten Schemmet heeft hem opgevangen. Heeft hem wat trainingsmethode bijgebracht. Ondersteunt hem ook steeds. Praat tegen hem aan. Leert hem zaken. Hier is 2800 meter. En die gaan in 3,57,17. Dat is allemaal prachtig. 33,3 voor het rondje. 1,18 seconde achterstand op de tijd van Michael Hatschier. Meter. En dan word je 33,1.
En hij pakt 3/10 seconde terug op Hatsiev. Dit is het bekende ritme van hem. Waar we eigenlijk niet aan twijfelden dat hij dat kon doorzetten. Maar op de 5 kilometer stopte dat op een gegeven moment. De 3600 meter. 5.039. Maar dan word je 33.6. 1/16 seconde achter Hatsiev. Piritsin overigens volgt op bijna gluiperige achterstand. Niet te veel en niet te weinig. Even goed aangezet door die binnenbocht. Dan gaan we naar de 4 kilometer tijd. 5.37.4 met een rondje van 33.4. En dat is exact gelijk gereden aan Hatsiev. Het verschil blijft 1.68. Op het ogenblik doet niets vermoeden dat hij aan een vormcrisis leidt. Passage 16-8. En hij haalt nu een halve seconde ineens van zijn achterstand af. De achterstand bedraagt nu nog 1/11 seconde. De 16 inmiddels voor Piritsin. Die rijdt zo'n gemiddelde Russische tijd waar ook Mosin en Klutschev mee bezig waren. Ik denk dat we een versnelling van Karlstad op het ogenblik op 4800 meter te zien krijgen. De 6.44.3, 33,5. Het is 1/13 seconde. In het voordeel van Hatsiev. Op 5200 meter komen we nu. In 7.18 met 33.6 weer. En hij pikt weer een 1/10 van een seconde terug. Dit wordt een dans om 1/10. Piritsin. Iets groter is de achterstand. Nog niet helemaal weg. De Piritsin-stijl zo voorzichtig rijden. 5600 meter. 7.51.5 met 33.4. Het gaat mooi met Karlstad, hoewel die nu weer 2/10 seconden inlevert. Exact dezelfde tussentijd in deze fase als die van Leon Visser. De vraag is nu tot waar. Zes kilometer. 8.25.1. Nu verliest hij. Heel merkwaardig. En is dat dan het begin van... Ik wil niet zeggen de race naar beneden, maar zou hier Karlstad zijn tol gaan betalen? Dat vind ik wat vroeg in de race. Maar als je het vergelijkt met datgene wat er in de 5 kilometer gebeurde, dan zou het kunnen. Hatsi 4, 8.56. 8.58.9. Oei, oei. 33.7. Hij knokt nog even. Maar er zit iets aan te komen. Waardoor ik denk dat Karlstad langzaam moet gaan inleveren. Hij heeft het een tijdje op 1,5 tot 2 seconden kunnen houden. Het verschil tussen Hatsiev en zijn tijd. En nu dan? 9.29.2 was de tijd van Hatsiev. Kijk maar.
Het wordt meer. 9:33. Ik denk dat de Oostenrijker met plezier nu gaat staan kijken. Want het verschil is inmiddels... Oh! Oh! Wat hebben we hier voor een toernooi? Dit is niet waar, hè? Weer iets zien aan de leiding. Helemaal kapot ligt Karlstad op de grond en hij staat ook niet meer op. Hij is gebroken daar. Hier komt hij door de bocht. Stap is goed. Stap is goed. Stap is goed. Die. 2. Nou, dat is een uitermate merkwaardig geval. Daar slaat hij tegen dat doek op. Hij staat inmiddels weer. Zijn coach steun en toeverlaat. Hans Twikve Christiansen heet hij. Erbij. En ja, dit is dan de leider in de wedstrijd. En ik denk dat Karlstad opgeeft. Dat is voor de tweede keer in mijn schaatsgeschiedenis dat ik zie dat iemand op de 10 kilometer opgeeft. In Lake Placid gebeurde dat ook een keer. En ik denk dat Karlstad het ervoor laat. We gaan gewoon naar de orde van de dag. Ze zeggen wel eens dat sport hard is en topsport keihard. Nou, het levende voorbeeld hebben we vandaag ten overvloede toch bij u in de huiskamer kunnen brengen. Wat een dramatiek inderdaad voor een man die toch het hele seizoen niet te kloppen was op deze afstand. Alles won wat er maar te winnen viel. De absolute heerser was. 2 keer goud zou winnen in Calgary. Op de 5000 meter volledig buiten de prijzen viel. En nu dan dit. Het ene drama volgt deze week het andere bij het schaatsen. En ik kan niet zeggen dat hij dat leuk vindt. Beritsen inmiddels rijdt op een tijd van 11:27 ongeveer. En Karlstad is absoluut een gebroken man zoals die daar voortgeduwd wordt. Weliswaar veel applaus krijgt nu. 12:02. Eens even kijken waar hij mee bezig is. Zullen we eens even gaan vergelijken met de vorige tijden. Dit was de 8400 meter in Halle. Kijken waar die op zit. Zullen we dus houden op 14:16, 14:20 zo ongeveer, dat hij daarop afgaat. Houdt het de deur open voor onze jonge honden, voor één van de jonge honden om tot een medaille te komen. Het was niet mijn eerste gedachte, moet ik zeggen, maar het is wel zo. Met rondjes 34,5 die niet voortdurend aan het rijden is op 9200 meter. Die zien we dus verder niet meer terug bij de top van het klassement. Karlstad spoedt van de baan af op het ogenblik. Loopt naar de tunnel toe. En compleet gedesillusioneerd vertrekt hij hier van het staatsovaal. En weg is hij al. De bel voor Sergej Beritsyn, die nog eens duidelijk maakt dat het Russische afstandsschaatsen van dit moment iets voorstelt internationaal gezien. Een moeilijk jaar maakt de Russische ploeg door. De bondscoach zal waarschijnlijk dan ook wel de laan uitgestuurd worden. Neem dat maar aan. Alhoewel je niet gek moet opkijken als ze over, wat is het, 2 weken van nu in Alma-Ata met Tashirin. En met Bokjev en met wie ze nog meer hebben, nog de wereldtitel gaan weghalen. Beritsyn. 14:20, 48. En daarmee staat hij op dit moment op de 5e plaats, als ik het goed heb, in het klassement. Hatschief 1, Visser 2, Kemkers 3, Kloetjev 4, Beritsyn 5,
Lamarches, Dan Dijkstra, Mjozin, Emmingen, Suvertsen en Baldes. En al deze mensen hier in de zaal hebben geschrokken gekeken naar datgene wat er gebeurd is. Ik denk ook dat velen gedacht zullen hebben dat de winnende tijd van vandaag veel sneller zou zijn dan de tijd die Hadji nu heeft staan aangenomen dat hij... Maar goed, voorzichtig. Gustafsson moet nog, Silk moet nog. Ik denk ook dat we met z'n allen weer te enthousiast zijn geweest over de toptijden die hier gereden zouden kunnen worden. Het is droog, dat sowieso. De 5 kilometer hebben de rijders daar al over geklaagd. Het is duidelijk te zien geweest aan de rit van Leo Visser dat hij moeilijkheden had met de lucht. Hij ging volkomen stuk in die laatste ronde. Hij heeft nog een tijdje op een bank gelegen. Hij is daarna geholpen aan alle kanten. Nog even naar Karlstad. En die slipper die hem tot een absolute kansloze maakt. Die voet staat nog goed. Die ook. Buigt hij in. Ja, en dan verliest hij daar het evenwicht. Dat is geen beweging die een topschaatser die in fantastische vorm is. Zowel fysiek als mentaal. Dat hij hem die onderuit doet schuiven. De concentratie is er. Hij kijkt naar zijn coach. Het ziet er allemaal nog goed uit. Het was in een periode dat hij langzaam aan het inleveren was ten opzichte van Hatsier. Misschien geforceerd. Heel vreemd dat die binnenschaaf daar wegglijdt. En dan is hij zo kapot dat het einde van het verhaal van Gerekaus dat betekent. Een seizoen lang absoluut de beste op 15 kilometer. Nu niets, nul. Nog altijd staan twee Nederlanders op medailleplaatsen. Hatsiev leidt, Visser 1, Kempkers 2. En u weet dat we gaan dweilen. We komen straks bij u terug. En dan zal het duidelijk worden of die eerste plaats van Hatsiev nog in gevaar komt.